Als je Jan Rijsdijk googelt, dan vind je verschillende uiteenlopende verhalen. Maar wat wel het meest in het oog springt, is miljonair. Die doet aan vele sociale projecten. Wij van Sunweb TV waren heel benieuwd, wie is Jan Rijsdijk nou precies? Wie is de man achter Jan Rijsdijk? We hadden een gesprek met hem en hij gaf ons als antwoord op die vraag het volgende. Nou, ik ben zeg maar geboren in Rotterdam, in een arbeidersbuurt. Ik heb dus eigenlijk armoede gekend, achterwoning gewoond, redelijke jeugd gehad, streng opgevoed. Maar ik zag al heel jong dat mijn vader met hard werken niets bereikte en die boog als hij zijn loonzakje kreeg. En het was nog kommer en kwel. We kwamen daar moeilijk mee rond. Ik moest dikwijls op donderdag al de flessen inleveren om te eten. Dus ik dacht, ja potverdikke, ik ga dat anders doen. Al op jonge leeftijd. Dus ik ben eigenlijk op een 14e jaar gaan werken. Ik werd van school gestuurd. Ze zeiden, ja jij kan niet leren, ga jij maar werken. Dus ik ben leerling automonteur geworden in de garage. En dat was na een jaar voor mij genoeg, dat binnenzitten, dat auto's doorsmeren. En toen ben ik in de haven terechtgekomen als fietsjongen, met documenten door de haven. En toen zag ik al heel veel die vrijheid, maar ook die dynamiek van de haven in Rotterdam. En dat heeft me eigenlijk vanaf de eerste dag toen ik daar instapte bezig gehouden. En toen dacht ik al op jonge leeftijd, want ik ben fietsjongen, controleur geworden, enzovoort. Toen dacht ik, ik ga voor mezelf beginnen. En in 1965, op 2 augustus, heb ik mijn eigen bedrijf gestart. Met 500 Nederlandse guldens. En die heb ik verdiend door in de haven horloges te verkopen, Russische horloges, aan de boeren die toen uit het Zeeland kwamen, een andere gedeelte. Ja. En daar verkocht ik de horloges aan. Totdat ik die 500 bij elkaar had. Ik moest al op jonge leeftijd trouwen met mijn buurmeisje, omdat ik daar al jarenlang een beetje verliefd op was. Alleen ze hadden een vriendje, dat ging uit. En mijn eerste seksuele ontmoeting was gelijk raak. Dus er moest gelijk een heel katholiek gezin. Ik ben wel katholiek, maar niet erg praktiserend. Ik heb wel op een katholieke school ook even gezeten. En uiteindelijk ben ik, kort samengevat, ben ik met haar getrouwd. Ik was gelukkig, maar zij was niet gelukkig. Zij hield nog steeds van haar ex, want die was vreemd gegaan en je kende het allemaal wel. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, oké, Els, maak je geen zorgen. Dan gaan wij gewoon samen rustig verder leven. We zorgen voor want er moest een kindje komen. Dat zoontje is overleden. Dus een dochter, 5 maanden, heeft die vrouw plat moeten liggen. Dat is een desmoeder geworden. Dat was kankerverwekkend. Hè? Dat is een medicatie. Maar het is allemaal goed gekomen. Ze leeft nog. Ze heeft recentelijk, nu pas, heeft mijn leeftijd. Recentelijk eerste vorm van enige kanker. Ze heeft ook een TIA gehad. Dus ik heb altijd nog contact. Maar dan wel op afstand. Ik hoop dat je dat begrijpt. Heel ver afstand. En nu helemaal. Omdat ja, ik ben meer in het buitenland. Ik ben meer hier en daar. Maar uiteindelijk moet je zien dat ik, zeg maar, door die racersfactor die ik in mijn bloed heb. Ik wist dat niet. En dan kwamen ze pas in 62 kwamen ze daar pas achter. En, want ik was 20 jaar toen ik moest trouwen. Laat ik het zo zeggen. Maar daarna ben ik in die zaak gestapt. En ik heb dat bedrijf opgericht. Controle- en expeditiebedrijf heette het toen. En dat is een prachtig mooi bedrijf geworden. En ik werd in Rotterdam toch wel heel groot. En ik werd ook gezien als bedreiging voor de multinationals en voor de allergrootste in die tijd. En ik heb moeten kiezen, want ik kon een bedrijf overnemen met 1400 man. Maar ik kan geen bedrijf leiden van 1400 man. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben een mens die wil mijn mensen kennen. Ik wil op de vloer lopen en zeggen, ha Piet, ha Jan, en hoe is het bedrijf? En gaat met je kinderen? Dat is mijn... Ja, ik zeg altijd, ik heb alles aan mensen te danken. Heel veel mensen die denken niet voldoende na om te zeggen, waar heb ik dat aan te danken? Want we hebben elkaar allemaal nodig. Ja? En ik zeg altijd, ik heb alles aan mensen te danken. En ik kan ook iets teruggeven aan de mensen. En dat is mijn levensfilosofie. Leef en laat anderen ook leven. En ik zeg ook altijd, ik heb meer van onze lieve Heer gekregen dan ik nodig heb. Dus ik kan ook wat missen. Alleen, ik doseer dat wel. Want ik heb ook gemerkt, als ik wil, dan ben ik morgen natuurlijk, dan kan ik op straat weer gaan wonen. En dat heb ik ook moeten doen trouwens. En dan ben ik weer, zeg maar, helemaal volledig blut, armpje af. Dus ik doseer dat allemaal. Mijn vrouw, die komt uit een gezin van 10. Die heb ik ontmoet in Rotterdam. Ze was toen getrouwd. En ook dat huwelijk is fout gelopen omdat hij buiten de deur iets anders had. En zij is een hele pittige tante, daar hou ik ook van. Ik hou niet van vrouwen die onderdanig zijn of slaaf zijn of wat dan. Dat is niet mijn ding. Dus wij hebben elkaar leren kennen, 4 vrienden. Daar ben ik via Surinaamse vrienden aan
nou, niet gekoppeld, maar in ieder geval in contact gebracht. En sinds die tijd zeg ik, ben ik gelukkiger dan ooit. En ik heb een meewerkende, hardwerkende, goede vrouw. En dus ik ben meer in Suriname liever. Zij zegt, ja, maar Jan, ik zie ook graag de andere kant. Ja. En dat is Nederland. Maar wij hebben hier, dat huis zit in een stichting, dat mag u best weten. En de familie, ik deel veel. Gisteren aan die tafel staat hier, omdat we gisteren met de hele familie hebben we hier gegeten. Dat is gezamenlijk. Ja. Ja, en dat is ja, iets, ik ben ook wel een mens die de Surinaamse mentaliteit op gebied van sociaal omgang vind ik veel beter dan de Nederlandse mentaliteit. Daar zit iedereen achter zijn deur, ze zitten allemaal in een kokonnetje. En hier is meer openheid, meer contact. En dat is iets wat mij ook enorm trekt. Ook de, hè, ik heb hier meegemaakt dat het licht uitviel. Ik schakel even naar Suriname over. In de Aquariusstraat logeerde ik mijn vrienden. We konden niet douchen. Wat er geen... Nou, dan rijden ze gewoon een paar kilometer verderop. En dan ga je daar douchen. En dan ga je daar eten, bij wijze van spreken. Dat is Suriname. Dat vind ik fantastisch. Ja. Maar hoe komt dat zo, die mentaliteit switch die u eigenlijk maakt? Want meestal zijn Nederlanders toch heel erg kort door de bocht. Ik denk dat dit komt doordat ik in 1975 de opvang heb gedaan voor Surinamers. En toen ben ik in contact gekomen met een man. Ik zal al die namen maar niet noemen, want het zijn wel en niet bekend. Maar in ieder geval, die zegt, Jan, ik ben bezig met de opvang van Surinamers, maar ze moeten werk hebben. Kan jij niet zorgen in jouw bedrijf dat ze bij jou kunnen werken? En die man die maakte op mij een uitstekende indruk. En die heb ik toen geholpen. Ik zeg, nou, laat ze maar komen. Ik geef ze een werknemersverklaring. Ze gaan werken bij mij. Ik zeg, alleen als het niet bevalt of zij bevallen niet. Ik zeg, want ja, het is in de haven sjouwen. Ik zeg, die mensen komen ineens uit Suriname. Die hebben dat nooit gedaan. En zo heb ik dus eigenlijk contact gelegd met Surinamers. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb altijd met die mensen omgegaan. En ik heb nu ook in Rotterdam goede vrienden. Die zijn alle twee dokter. Die hebben dokterspraktijk. Maar die hebben een slim logistiek. En die doen van alles en nog wat. In Nederland, die werken voor UPS. Dat zijn heel Indonesische, Indische mensen. De Hindoestaanse mensen. Die enorm aan de weg timmeren. En dat zie je dus wel meer. Je ziet hier ook duidelijk verschillen. En die verschillen heb ik ook ervaren. Maar ik vind over het algemeen, je hebt heel veel goeie. En je hebt ook natuurlijk ook minder goede. Laat ik het zo noemen. Maar ik ga graag om met de goede, als je begrijpt wat ik bedoel. Niet omdat ik de minder goede, die minder bedeeld zijn, minder getalenteerd zijn. Maar ik zeg tegen ieder mens, we zijn allemaal getalenteerd. Alleen kijk in de spiegel, ontdek jezelf. En zeg niet, dat gaat niet en dat kan ik niet en dat is niks voor mij. Probeer het. Ja? U mag wijzen, in mijn schoolopleiding was nul. Ik ging eerst automonteur worden. Leerling automonteur, mijn vader was een goede automonteur. En ik ben toch een hele andere kant uitgegaan. Omdat ik daar de vrijheid, maar ook de mogelijkheden zag. En ik zeg altijd tegen elke, ook tegen de Surinamers hier, jongens, er zijn genoeg mogelijkheden. Als je wil, dan kom je vooruit. Maar je moet er wel wat voor een offer voor willen brengen. Ja, het komt niet aanwaaien. Het komt niet, het wordt niet bij je gebracht. Je moet er zelf ook wat voor doen. En zo heb ik altijd in het leven gestaan, dat ik zeg, ja, potverdikke, ik ga niet bestaan niet. Ik zal ervoor gaan, ik zal mijn best doen. En dat doe ik voor alles, maar dat doe ik ook voor u. En als ik uw toilet moet schoonmaken, maak ik uw toilet schoon. Dan ga ik niet ouwe horen over, dat doe ik gewoon. En dat is mijn... Ja, mijn mentaliteit. Ja. Nu heb je, ik heb in de media gezien de berichten die over u geschreven worden. Men typeert u als een miljonair die onbaatzuchtig voor anderen. Ja. Maar u hebt de fortuin opgebouwd. Als ik dat zo hoor, door hard werken. Ja. Ja, toch? Ja. En je hebt dan meestal de stelling dat mensen zeggen van, als je zo hard gewerkt hebt voor je fortuin, dan geef je dat ook niet zomaar weg, toch? Ja, maar ik ben geboren met niets en ik wil ook gaan met niets. En ik ben, we worden 80 jaar, hè, aankomende 10 mei. Dan word ik 80 jaar. En de dokter en alles is daar versteld. Die zeggen, joh, hoe leef jij? En dan leg ik dat uit hoe ik leef. Dan zeggen ze, ja, moet je mee doorgaan? Ik heb een wedstrijd met mezelf. Ik wil proberen 100 te worden. Mijn ouders zijn over de 90 geworden. 92, 96. En mijn vader wilde dood, spijtig genoeg. Die had ook ouder kunnen worden, zeker weten. Maar ik heb een wedstrijdje met mezelf dat ik zeg, Jan, probeer nou eens 100 te worden. Kijk, er kan morgen wat gebeuren. Er kan ook een verkeerde op de weg zitten aan de verkeerde kant en is gebeurd met me. Maar daar hou ik al rekening mee vandaag. Dus alles is geregeld bij mij. Savita, die is langslevende. Zij moet gewoon, en zij heeft dezelfde levensfilosofie. Zij helpt ook graag. Zij doet ook andere mensen steunen. En wij doen dat wel gedoseerd. En we kijken wel goed. Ja? Want kijk, wat ik heel jammer vind, dat is een heel ander onderwerp. Ik zie hier dus de omstandigheden momenteel. Ik zie dadelijk de BTW-invoering komen. Ik zie nog vele andere zaken hier ontwikkelen.
En zeg ik, een bepaalde groep, ja, die kunnen amper rondkomen. Die zitten aan de onderkant van de samenleving, omdat die lonen te laag zijn. Ik vind het zo jammer dat de werkgevers, als ik naar de hele grote kijk, ik zal ze niet met naam noemen, ik ken ze ook allemaal, dan zeg ik, die grote ondernemers hier, die zouden eigenlijk toch een soort salaris moeten geven waarvan die mensen rond kunnen komen. Je kan met 5 of 6.000 SED kan je niet rondkomen momenteel, dat bestaat niet. Ja? En een huis kopen, dat is haast niet mogelijk voor de jonge lui, de starters, maar ook in Nederland is het al zover. Je ziet dus duidelijk dat de rijken worden alsmaar rijken en de armen die worden alsmaar armen. Omdat de rijken eigenlijk de armen gebruiken, ik zal niet zeggen misbruiken, maar gebruiken om nog rijker te worden. En dat is een verkeerde levensfilosofie. Want als ik zorg dat aan de onderkant van de maatschappij het besteedbaar inkomen toeneemt, waardoor zij kunnen besteden, helpt dat de economie vooruit. En komt er ook meer btw en ook meer belastingen binnen. Dus ik ben een mens die zegt, het begint altijd, het geld moet rollen en het komt altijd weer terug als je het goed besteedt. En als je mensen motiveert om door middel van een salaris, een redelijk salaris te betalen, waar ze van rond kunnen komen. He, ze moeten hier 2, 3 banen hebben, ze moeten sjoemelen, ze moeten dit doen, dat doen. En dan zeg ik, dat vind ik heel jammer. En dat zie ik in Nederland momenteel in mindere mate. Daar zie je dus de lonen worden continu opgetrokken. België heeft een systeem die indexeert. Elke keer als de inflatie toeneemt, wordt het loon geïndexeerd. Krijgen ze opslag, krijgen ze opslag. En dan zeg ik, want anders is het niet vol te houden. En hier zie je de koers van de SED, 27, ja. En als we kijken naar 10, 15 jaar geleden. Mensen die toen geleend hebben, die komen er nooit meer uit. En dat is natuurlijk heel jammer. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik u dat meld. Maar ik zie een oplossing voor heel veel problemen. Als je dat, Sandokje is natuurlijk goed bezig. Maar je moet oppassen dat je niet de onderlaag vergeet. En dat je niet die mensen, die allemaal de pinaren, dat die mensen ook een toekomst moet geven. Ook die kinderen, ook studie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. He, want wij hebben veel hulp gedaan. Scholen en meubels voorzien. Ik heb zelfs een school nog op laten knappen en noem maar op. Maar ik zie dus de problemen. En die zitten hoofdzakelijk aan die onderkant. Als ik zie de uitverkoop momenteel die er was bij dat buildingbedrijf aan de Ringweg. Nou, daar word ik stil van. Als ik al die grote events zie staan, al die grote auto's zie staan, rijen van mensen die met bankstellen, ijskasten, dit, dat, zus, zo. Denk, ja, dat is de middenmoot en dat is de bovenmoot. Maar die ondermoot, die kan nog niet eens daar komen. Die heb geen eurotje, die heb geen dollartje. Die heb, hè? En dat vind ik wel jammer. Die maatschappij moet gedragen worden door 500, 550, 600 maximaal personen hier. Ja? En dan zeg ik, als we onderkant van die samenleving perspectief bieden, ook qua inkomen, dan gaan ze ook werken. En dan gaan ze niet lopen stelen of andere dingen lopen rotzooien, met verkeerde dingen bezig zijn. Je moet die mensen aan de onderkant, moet je ook een toekomst geven. En dat kan je alleen maar doen, hè, ik zie hier mensen wonen, ik zeg het u heel eerlijk, dan denk ik, mijn god, dat is pijnlijk om te zien. Tot slot, het is een kort interview, maar volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten als ik zo naar u luister. Ik heb heel veel ervaring in andere landen ook. En ik heb dus, juist daarom ben ik zo, want u vroeg net waarom ik zo ben. Omdat ik zie het leven anders, ik zie de mens, we zijn een zoogdier. En we hebben het allemaal over de natuur, we hebben het over opwarming van de aarde, zeespiegelstijging. Kijk, die mangrove hier, hier en daar wordt die nou hersteld. U weet dat ze Deep World is, een prachtige haven, diepzeehaven bouwen. Aan de overkant hier, ben ik al wezen kijken natuurlijk. Maar ik zie zoveel andere positieve ontwikkelingen. Alleen dat is die bovenlaag. En ik zou iedereen willen adviseren in Suriname. Jongens, werkgevers, zorg ook voor je medewerkers. Ik zeg altijd, niet arbeider. We zijn allemaal arbeider. Maar medewerker. En als je medewerker, beloont hem daarvoor. En geef hem perspectief naar de toekomst. Geef hem een besteedbaar inkomen, zodat hij daarmee vooruit kan komen. En niet generatie op generatie op generatie niet vooruitkomen en nog steeds geen stoel of niet een mooie bank of geen televisie. Want ze zijn ook verstoten van heel veel informatie. Want u hebt het over internet, maar ik ben een informatievreter, ik ben een nieuwsvreter. Ik wil alles weten wat op die wereld gebeurt. En of we het nou over de olie hebben, over de bitcoin, over de, nou ja, je kan het opnoemen, de kunstmatige intelligentie, de technologische ontwikkelingen, de autonome auto, de drones die er dadelijk gekomen. De wereld wordt mooier, maar we moeten eerst door een diep dal. Alleen Suriname zit op een positie dat ik zeg, we hoeven niet meer alle kabels in de grond te doen.
We kunnen dadelijk heel veel kabeloos doen. We kunnen heel veel met zonnepanelen doen. We kunnen heel veel met zelfsupporting doen. En zeker hier met de regenopvang. He, ik heb me ook bemoeid een beetje, heb ik een bericht gestuurd. Die overstroming hier. Dan zeg ik, ja, ik weet hoe dat komt. En dan kunt u zeggen, ja, ben je dan iemand? Ik zeg, ja, ik verdiep me daarin. En dan zeg ik, als je soelaas hebt, ik heb in het binnenland gezeten, dan zie je zo'n rivier en die zie je dan op het laatst heel rustig, rustig. Dan wordt als het ware een soort stilstand water, omdat hier een blokkade zit. Dat is een soela. Ik heb met die boten moeten lopen sleuren, met mannen en vrouwen, over die soelaas heen, om dan weer verder te kunnen varen. Als we daar een dynamiet zouden plaatsen en we laten dat springen, kan het water sneller weg. Hebben ze boven minder last. En dan heb ik het voor Brokkebondenmeer, dus het bovengebied, ja, daar hebben ze overstromingen. Maar in het ondergebied, als hij al die sluizen openzet, de 7 stuks, dan hebben ze in het ondergebied ook overstromingen. Daar moet hetzelfde gebeuren. Je moet of die rivier breder gaan maken en zorgen, en zeker naar de toekomst, want als de zeespiegel stijgt, dan houdt het ook in dat het invloed heeft op het waterafvoer uit het binnenland. Dan krijgen we nog grotere problemen en grotere overstromingen. We moeten zorgen, dus bij Epp, dat zie je hier ook, bij Epp, het heeft vannacht weer behoorlijk geregend. Ze hebben hier de kolken gezuiverd, doen we met elkaar. Dan zie je, hup, water is weg. Andere ochtend, zonnetje erbij, water weg. En we moeten zorgen ook, het bovengebied en het ondergebied, beneden Brokkebonden, dat we daar gewoon zorgen, er zitten drempels hier, er zitten verstoppingen hier. Daar moeten we voor zorgen dat die opengemaakt worden. En dan kan je zeggen, dan grijp je in de natuur. Het niveau van die rivieren blijft hetzelfde. Ja, alleen het water bij overvloed regenval kan sneller weg. En dat is heel belangrijk, vind ik. Want ik ben bang dat er nog meer overstromingen gaan komen in de toekomst. Zie je overal. Als je naar Bangladesh gaat, naar India gaat, overal die laaggelegen gebieden komen allemaal in de problemen. Wij zitten hier op zeeniveau. Ja? Goed. Tot slot, meneer Rezek. Ik zou eigenlijk echt lang met u door willen praten. Want ik zie dat u echt heel veel een mening hebt over verschillende zaken. Wat zou u meegeven aan mensen die nu naar het interview kijken en denken van, maar hoe is deze man zo succesvol geweest? In eerste instantie positief blijven. In het leven staan, positief blijven. We verliezen allemaal partners, we worden allemaal ouder, maar toch positief blijven. Kracht vinden in jezelf en discipline hebben. Kijk, ik zeg altijd, als je discipline hebt, zelfdiscipline hebt, roken, drinken. Er zijn heel veel dingen die niet goed zijn voor je. Ja, ook te veel eten, ook overal waar te staat. Dus discipline hebben, wel positief zijn en ook naar je medemens. Respect hebben voor je medemens. Ja, en ook een mens niet neerzetten. Kijk, een inbreker, waarom breekt hij in? Als ik honger heb en ik heb niet te eten en ik heb geen geld en er komt een bakkerswaren langs, dan pak ik er ook een brood uit. Dat is toch normaal? Dat is menselijk, vind ik menselijk. Als je niet te eten hebt en niemand geeft jou wat, dan ga je stelen. Maar je moet proberen om te delen. En als je in het leven deelt iets met elkaar, dan kan de liefde zijn. Maar er kan ook andere dingen zijn. En als je dingen met elkaar deelt, kom je verder. Ja. En ik hou ervan om dingen te delen. Ga maar naar beneden, vraag van de jongens wat ze van mij aan gereedschap hebben gegeven. Want ik heb het en dat deel ik dan, want zij kunnen het gebruiken. Ik wil ook Roy, die ken ik nou een maand, een goede maand. Ja, zo'n jongen die werkt keihard. En dan denk ik, potverdomme, die jongen moet ik ook een beetje helpen. En dat is wat we moeten doen met elkaar. En niet alleen maar ikke en de rest kan stikken. Aldus de heer Jan Rijsdijk. Hij is een miljonair en hij heeft dus een kort stukje verteld over hoe het allemaal is gegaan. Momenteel in Suriname. Hij doet ook heel veel in Suriname voor de minder bedeelden hier. En Sunweb TV had het genoeg een gesprek met hem te mogen hebben. Gil Eik voor Sunweb TV.